Kijk, voornamelijk de Wii U, die interesseerde me eigenlijk geen bal. Dus ik had niet echt een home console of wat dan ook om, ja, ja, fan van te zijn. Dus over het algemeen, ah, gods, de... Kut Nintendo. Hallo mensen, mijn naam is de Mad Luigi. Welkom terug bij een hele nieuwe aflevering van Super Mario Maker 2 Story Mode. Deze aflevering gaan wij verder met Super Mario Maker 2 Story Mode, maar we gaan niet zomaar verder. We gaan verder. Ja, dus in ieder geval, welkom terug bij Super Mario Maker 2 Story Mode. Je vraagt je misschien af, hey Matt, waarom speel jij Super Mario Maker Story Mode? Je kan toch ook gewoon de super kleine, geweldige, normale Mario Maker 2 spelen als in de levels? Ja, dat kan. Probleem is, ik heb geen levels meer. Alle levels die ik had binnengekregen, die zijn... op. Dus als jij, kijker, dit mooie, mooie spelletje nog hebt. En je hebt niet gedacht van, oh, het was leuk, maar nou speel ik het niet meer. Want de populariteit van dit spel is helemaal naar beneden gegaan. Echt helemaal. Mensen dachten echt helemaal toen deze game uitkwam. Dat het net zo'n grote big deal zou worden als Super Mario Maker 1. Is het niet geworden. Helaas, helaas. Dat is echt super jammer. Misschien ergens in een ander universum was het beter geweest als dit de allereerste Super Mario Maker was. Zodat Nintendo de echt perfecte, meest geweldige... we kunnen ook het centraal dak doen. Het meest geweldige gamepie ooit had. Maar dat is helaas niet gebeurd. In ieder geval, wij kunnen wel gewoon nog lekker de story mode spelen. Zoals altijd, als je levels hebt, kan je ze altijd insturen onder de comments van de meest recente Mario Maker video. Of dat nou de story mode is of de kijkerlevels serie. Het maakt niet zo heel erg veel uit welk van de twee je kiest. Als het maar de meest recente is, want dan zie ik het sowieso. Dus heb jij toevallig nog levels, kijker? Nou, stuur ze dan even lekker op en dan speel ik ze met superveel plezier. Waarom de fuck heb ik 27 niet gedaan? Ik heb al deze andere gedaan, met 27 niet. Het is ook maar 100 euro waard, dus maakt niet uit. Nee, geen euro, euro. Het zijn gouden munten. De hele economie van de hele fucking Mushroom Kingdom is toch kapot. Oh, verslaan minstens 25 cheap cheeps. Dat kan ik op zich wel, als het even lukt. Oeh, wat is dit? Is een Yoshi. Hey, spuugt vuur. Ik wist niet dat je... Dat je daadwerkelijke rode Yoshi's kon hebben. Nee, ik heb liever deze eigenlijk. Waarom de fuck kom ik achter dingen via deze game die ik nooit wist? Blijkbaar is er ook iets dat je met story mode... Als je story mode uitspeelt... dan krijg je ook nog een paar extra... Nou ja, wapens wil ik het niet noemen. Shit. What the fuck? Oké. Dit is bijzonder... je kan, nou ja, wapens noem ik het ook niet. Oh shit, Yoshi kan niet opstaan. Holy shit, dat is gewoon handig. Je kan via story mode daadwerkelijk nog andere items krijgen. Zo is er nog een hamer item van Super Mario Brothers 2? Dacht ik? Nee, die zat niet in 2. Die zat in Land. Dan heb je nog een ander wapen. Een of andere rubberen bal van Super Mario Land in... Oh, en we gaan dood. Van Super Mario Land op de Game Boy. Dat was gewoon Fireflower. Alleen ze dachten van, hé, we gaan hem gewoon raar maken. Dat was het eigenlijk. In ieder geval, dus ja, we hebben nog vier nodig. Waar zitten ze? Oh, daar is er één. Oké, gewoon de hele tijd heen en weer gaan. Ja, die heb ik. En ik heb het gehaald nu, toch? Toch, ik heb het gehaald. Neem ik aan. Dat was leuk. Dat was lekker makkelijk. Ik hou van lekker makkelijk. Oh, shit. Oké, laat maar. Dit is in ieder geval, ja, nee. Je krijgt nog wat items als je de story mode uitspeelt. Dus voor die paar kijkers die de story mode spelen via mij. Oftewel de mensen die geen neuk gaven om de story mode en alleen maar het bouwen doen. Want die mensen zijn er. Die kijken bij mij voor de story mode. Nou ja, waarschijnlijk nu niet meer. Want het is echt heel lang geleden sinds de laatste aflevering. Maar die kijkers, die zijn er. Waren er. Kijk, je moet zelf nog daadwerkelijk de story mode spelen als jij die leuke itempjes wil hebben. Dus het spijt me daarvoor. Gaan we naar het volgende leveltje. Het is echt een heel erg contrast met deze serie.
Dat zeg ik elke keer als ik dit weer opneem, want het is altijd weer fucking lang ver tussen elkaar. Deze serie is zo anders dan bij de andere Mario Maker serie, want hierin knip ik niet zo heel erg veel. Zit gewoon een beetje lekker chill te lullen, weet je wel. Deze video sound veel makkelijker om even snel te maken. Wat moet ik hier doen? Very nice, very nice. In ieder geval, deze serie is veel makkelijker te maken dan de andere Mario Maker serie. Sowieso, hier heb ik daadwerkelijk levels waar ik doorheen kan spelen. Dat is super nice. Maar ook het feit dat ik gewoon de hele tijd er doorheen ga. De levels zijn redelijk kort, dus ik kan er zo doorheen springen. Ik hoef er niet veel aan te knippen, weet je wel. Commentaar is wel oké, moet ik zelf zeggen. Kan beter. Ik had trouwens pas geleden... we gaan dood, of niet? We gaan keihard dood. Wat is dit? Wat zie ik hier? Kan ik niet gewoon vallen? Waarom zie ik dit allemaal? Ja, nee, dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Ja, nee, echt prachtig. Maar dan is de vraag van wat wil je dat ik ga doen? Nou heb ik deze gast. Oké. Dus nou... Oh, dat is very, very interesting. En dan kan ik deze zo krijgen. En dan... dit is leuk. Dit is een leuk level. Ook het mooie verschil is dat ik hier daadwerkelijk grote kwaliteit levels krijg. Gewoon levels die daadwerkelijk goed zijn. In plaats van gooi een hebel shit op het fucking ding. Gooi gewoon een hebel fucking shit en daar moet je maar gewoon mee dealen. Dat is praktisch gezien gewoon bijna elk level wat ik krijg. En mijn levels die ik krijg voor mijn level kijken level serie. Zijn gewoon moeilijk. Oh nee. Wow. Ook trouwens. Oh, waarom kan ik hier... Ik vergeet altijd dat je niet kan glijden hier. Wat is de bedoeling? Oké, dat is interessant. Oh, wacht, ik moet zeker dit doen. Wacht, zo. Nee, zo. Mario, doe nou eens even normaal, Mario. Ga erop. Kom op. Oh, wat de fuck gebeurt daar nou weer? Oh, wacht. Ik kan gewoon zo wachten. En dan... Zo. Aha. Kijk eens aan. Ik kan dingen. Ik ben af en toe slim. Eigenlijk niet zo erg, maar dat boeit helemaal niks. Dus wat is jouw idee? Zeg maar, wat denk jij te doen? Oh, dit is een ding. Het is zo leuk, want je ziet al deze unieke dingen die de makers van deze game daadwerkelijk doen met de mechanics die ze in de game hebben gemaakt. En dan de daadwerkelijke levels die mensen maken zijn een stuk stront. Dat is gewoon mooi. Ik vind dat mooi om te zien. Kan ik hierop? Nee. Er moet toch wel een manier zijn om daar op te komen, toch? Toch. Ja, toch. Niet dan. Aha, dan ga jij daar naartoe. Natuurlijk. En dan gaan we gewoon het hele grapje opnieuw doen. Oh, dat is leuk. Dat is interessant. Oh god. Wacht, we hebben geen checkpoint. Oh shit. Oh, dit kan daadwerkelijk echt heel fout gaan. Gelukkig ben ik een meester in Mario Games. En dan ga jij hier zo. Dan kan ik bam en dan kan ik bam. Nou, kijk eens aan. Is dat de Triforce? Je bent niet grappig, Nintendo. Ik zie wel dat dat de Triforce is, joh. Jij rare man. Gare Nintendo. Over de Triforce gesproken. Ik heb nieuwe amiibo besteld. Jij, dat heb ik gisteren ook op stream verteld, geloof ik. Ik heb in ieder geval nieuwe amiibo. Kijk, je had toen Zelda Breath of the Wild uitkwam. Was ik totaal geen fan van amiibo. Want ik had er gewoon geen interesse in, denk ik. Zeker toen de tijd had ik gewoon geen apparaten die amiibo's daadwerkelijk supporten. Boep. Zeg maar, ik had een 3DS, maar ik had een hele oude voordat ik een paar van die nieuwere had. En die konden geen amiibo scannen. Ik had geen Wii U toen de tijd, dus ik had niks om amiibo te scannen. Ik heb nu een Switch en ik heb nog nooit een amiibo gescand, want amiibo's boeien me vrij weinig.
In ieder geval, wat dus leuk is, is dat ik zag dus toen Breath of the Wild uitkwamen. Dat was een beetje... Oh, nu kijkt iemand YouTube op zijn Switch. Dat is leuk om te zien. In ieder geval, toen Breath of the Wild net uit was, had ik de game gekocht. Het ding is, ik was nooit echt groot Zelda-fan. Ik had hier en daar wel eens een Zelda gespeeld. Maar Breath of the Wild was de eerste echte grote Zelda die ik echt probeerde te spelen. En het grappige is, ik wist niks van Breath of the Wild toen ik hem kocht. Dat is heel bijzonder, want kijk, ik was toen de tijd echt totaal niet echt into Nintendo. Het ding was meer zo van, ik was Nintendo fan, ik speelde Pokémon, ik had een 3DS, alleen... Ik volgde ze niet echt de laatste paar jaren, omdat voornamelijk, ja, de Wii U... Oh, kut, sorry. Kijk, voornamelijk de Wii U, die interesseerde me eigenlijk geen bal, dus ik had niet echt een home console of wat dan ook om, nou ja, fan van te zijn. Dus over het algemeen, ah, gods de... Kut Nintendo. Oh, kijk nou eens! Luigi komt niet heel erg irritant hier doen. Hebben ze dat gepatcht, daadwerkelijk? Dat als je een paar keer doodgaat, dat Luigi niet komt van... Hey bro, ik kom je helpen, ook al heb je het niet nodig, want je bent maar 2 keer dood gegaan. En dit level is eigenlijk best wel makkelijk. En het maakt niet of hij tenminste... Motherfucker. Oh, dit is raar. Luigi is er gewoon niet, dat is gewoon mooi. Het was echt verschrikkelijk irritant. Het feit, ik ben blij. Als dat een update was die ze hebben gereleased voor deze game, dat is geweldig. Ik ben blij dat ze dat eruit hebben gehaald. Want Luigi was gewoon verschrikkelijk irritant. Ja, ik ga een paar keer dood bij een level. Betekent dat ik meteen hulp nodig heb? Nee, dat betekent gewoon dat je een daadwerkelijk redelijk goede challenge hebt gemaakt. Als je spelers een paar keer doodgaan. Maar dat betekent niet meteen dat ze overal hulp bij motherfucker... Ja, oké. Hey, kijk, dit is het enige ding van de trailer. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Dat is gezellig. Nou, kijk eens aan. In ieder geval, in de tijden van de Wii U was ik gewoon niet zodanig geïnteresseerd in Nintendo. Ik volgde niet echt Nintendo Directs of wat dan ook, weet je. Ik wist niet eens dat dat dingen waren. Ik weet nog wel, toen Super Smash Bros. Uitkwam, toen liet een vriend van mij voor de allereerste keer Nintendo Direct zien. Toen heette het nog Digital Event. Vond ik best wel geinig. Toen revealden ze Greninja en volgens mij ook Mega Man. Dat vond ik cool. En dat was leuk. En toen heb ik samen met die vriend Super Smash Bros. Voor 3DS op launch day gehaald. Want ik had geen Wii U. Dus ik ging dat niet spelen. Ik heb ook nooit met hem Super Smash op Wii U gespeeld. Terwijl hij daadwerkelijk een Wii U had. Dat was best wel jammer eigenlijk. We moeten nog eventjes bij haar een nieuw taakje vragen. Of een nieuw ding bouwen. Blijf ze doorgaan. Oké, is goed. Dan gaan we eventjes de westvleugel afmaken. Fuck de blauwe toren. Niemand houdt van de blauwe toren, joh. Fucking blauwe toad. In ieder geval. Ja, nee. Dat was wel een beetje mijn Nintendo-leven toen de tijd. En pas vanaf de Switch launch met de presentatie van de Nintendo Switch, de E3 en zo. Pas toen ongeveer, toen ik YouTube begon te doen en nieuwsvideo's ging maken. Het begon een beetje bij Pokémon Sun and Moon, weet je wel, die tijden. Oh, all the hype train naar Pokémon Sun and Moon was zo heerlijk. Het is zo jammer. Oh, dat gewoon echt het begin van het einde was voor mijn liefde van Pokémon. Laten we dat maar zo zeggen. Oh, dat was echt... Dat waren echte tijden. Dat niet. Nee, die hype train voor Pokémon Sun and Moon. Daardoor heb ik een heleboel van mijn vaste kijkers naar binnen gesleept. En een paar goede vrienden nu deze tijd. What the fuck? Oké, dit is raar. Ja, dat is ster vol met boobuddies. Oeh. Oh yeah. Maar wat moet ik hier... Luigi, flikker eventjes een heel eind op. Oh, ik moet gewoon dit doen, joh. Oh, joh. Nou, kijk dan eens. Ik blijf het liefst gewoon buiten de boering, als dat mag. Mag dat? Is dat een ding? Oh god, hij komt op me af. Hij komt op me af. Oh. My. Fuck. Oh god, allemaal muntjes naar je laber.
Oké. Oh god. Oh, deze dingen zijn altijd zo vervelend. Oh god, dan komen ze weer dichtbij. En dan gaan ze weer weg. En dan komen ze weer dichtbij. En ik ren weg. Oh, checkpoint. Gelukkig. Oh, checkpoint. Ik hou van je. Dat had een fireflower kunnen zijn. Oké. Nou, in ieder geval. Dus wat ik uiteindelijk wilde zeggen... was... dat ik pas vanaf de Switch-tijden ongeveer en de Pokémon Sun and Moon-tijden pas echt Nintendo volgde. Waarom? Hey, gehaald, meis. Ah, gelukkig. Dus ja, hoe is het met jullie verder? Ik heb volgens mij nooit verteld wat afgemaakt wat ik wilde vertellen over die amiibo's. Ja, daar ging dit hele verhaal naartoe volgens mij. Ik heb dat nooit afgemaakt. In ieder geval, de Breath of the Wild amiibo's. Die hele coole, die een tijdje super zeldzaam waren. Die heb ik dus gevonden. Yay! Nee, niet gevonden. NetGame, die malse makkers. Die hebben gewoon een paar keer dit jaar, ook van gisteren, hadden ze opeens dat ze random restocks hadden van zeldzame amiibo's. Eerder had ik al de 3-4 champions gehaald. En nu opeens hadden ze alle Zelda amiibo's zomaar uit het niets. Gewoon... daar. Dus dat was leuk. Dat was gezellig. Ze hadden opeens alle zeldzame Breath of the Wild amiibo's. Nu heb ik een hele volle set. Behalve die varken motherfucker. Ik weet niet hoe de fuck dat varken heet. Je weet wel dat monster, dat rode monster, die is helemaal niet zo zeldzaam. Want iedereen... niemand geeft een neuk om dat ding. Maar ik heb dus Link op een paard. Ik heb een Guardian. Ik heb de Champions. Ik heb Zelda. En ik heb normale Link. Zonder paard. Dus ik heb ze nu allemaal en ze staan nu lekker op mijn kastje naast me nu in een cirkeltje als een soort van shrine voor mijn liefde van Breath of the Wild. Oh, hopelijk in 2020 krijgen wij Breath of the Wild 2. Oh, ik kan niet wachten. Ik hoop het. Oh god, dat zou toch eens eventjes een stukje mooi zijn, hè? Of niet dan? Als we gewoon volgend jaar al Breath of the Wild 2 krijgen. Maar ik ga mijn hoop niet echt omhoog halen, weet je wel. Ik ga niet te veel hoop hebben, want... Want hoe heet het? Het kan altijd nog heel erg tegenvallen. Kan altijd heel erg tegenvallen dat ze vervolgens zeggen van nee, hij komt pas in 2021 uit. Ik hoop in ieder geval dat hij in 2020 komt. Dat zou een heel erg stukje mooi zijn. Oh, ik wil eigenlijk die 10 munten wel hebben. Hup, hup. Kijk eens wat een pro-moves dat zijn. Zo. En dan gaan we naar hier heen. En boep. En doep. Ik weet niet wat doep is, maar het was het. Nu heb ik zin om Mario 3D World te spelen. En fucking kut dit allemaal. Jee, we klappen allemaal. Want Mario heeft het weer gedaan. Nou. Kijk eens aan. 900 muntjes. In ieder geval mensen. Vond je deze video leuk? Geef dan een like. Abonneer zou ook al leuk zijn. Volgende aflevering gaan we verder met een nieuwe Super Mario Maker 2 Story Mode aflevering. Jee, gaat super gezellig worden. Super leuk. Iedereen houdt ervan. De hond houdt ervan. Jullie houden er allemaal van. Zie je volgende keer weer. Bye bye.